Nou, ga je een Switch kopen? Nee, ik ben een PC-gamer en ik vind dat Nintendo wat achterloopt in de graphics. Ja, jullie komen waarschijnlijk voor extra beelden met David, maar die zijn er niet. Ik kwam er niet echt naartoe eigenlijk en ja, ik vond de beelden te leuk om weg te gooien. Upload een video of een vlogje met dat je iets hebt gekregen. Het kan een surprise zijn, of dat je er doorheen blaadt, of dat je er een gekke sketch van maakt. Of letterlijk wat ik deed, dat je iets namaakt uit het boekje. En die video, die upload jij op de website. Ik namelijk één iemand uit die de leukste video maakt. En met die persoon ga ik een video maken. En dus, we hebben hier het Redstone handboek. Nee. Handboek voor beginners. Nou, ik ben één handpro. Kom met handboek. Nee. Constructiehandboek, daar kan ik een goed coole challenge mee maken. YOLO, hij heeft een fireflower. Nail dit. Kom maar op dan, dan ga ik gewoon voor de winst. Ik ging voor de winst en ik had de winst in het potje. Maar ik heb ook de winst van de Minecraft boeken challenge. Ik kan echt niet normaal kijken in de camera, weet je dat? Ik ben slim. Woep woep dus. Ik ga naar David vandaag. Pure... Ik ga naar David. Dit is echt pure irritatie, man. Wat is deze? Ik ga naar David vandaag. Ja. Ja, ik ga naar David vandaag. Ik ga naar David vandaag. Leuk, hè? No. Ik wil ook nog even Meis en Maas bedanken. Want ja, ze hebben de hele boel georganiseerd en zo. Ja, dan is het wel... Zo aardig om ze even te bedanken natuurlijk. Oei! Ja. Deze video gaat nu al nergens over. Laten we dat lekker doorzetten als we naar David gaan. Maar eerst moet ik laten zien wat ik hier allemaal heb liggen en zo. Zie je van de achtergrond? Ik vind het helemaal mooi. Oké, we staan in de vlogstand zonder mijn hoofd. Vinden jullie vast ook wel even fijn. Dus, wat neem ik mee? Nou, laten we kijken. Dit is mijn dingetje. Dit is mijn dingetje, want dit. En ik wil hier alle dingen die jullie meenemen vanaf vandaag, dus niet de oudere dingen, want heel veel hebben we niet meer vanwege de verhuizing. Alles wat jullie van mij maken, dat kan op die muur komen. En dan, ja, dan wil ik wel wat moois op de muur hebben aan. Ik mag ook wat op de muur schrijven, maar dit is ook wel even leuk, want ja, heb ik tenminste iets moois op de muur aan. Ik verwacht niet al te veel van dat op de muur schrijven. Dan gaan we verder naar deze mooie Minecraft poster. Maar waarom neem je die nou mee? Nou, kijk, hier onderin past perfect mooi handtekening van David. En als het even kan daar de handtekening van Revé. En dat is super cool en zo. En dan heb ik dat gewoon de hele tijd naast mijn zieke gaming setup liggen. Hangen eigenlijk. Nou, hoe neem je dat dan mee? Ja, maar deze super handcrafted koker. Dus daar moet die poster eigenlijk gewoon in. Het past als het goed is. Nou Thomas, hoe heb je dit dan gemaakt? Ik heb hem niet gemaakt, mijn moeder heeft hem gemaakt. Maar, hoe heeft je moeder aan de poeder. Hoe heeft je moeder deze dan gemaakt? Nou, dit zijn gewoon drie pringelbussen op elkaar, man. Nee, je ruikt er niks meer van, dat is jammer. Zo, deksel. I tried so hard and got so far. Deksel erop. Past niet helemaal. Maar dit gedeelte moet er ook in blijven. Maar als dit stukje eraf kan, dan kan er een deksel op. En deze gaat in dit mapje. Helemaal mooi. Nou, dan ga ik nu even vertellen wat er gebeurd is bij David. Nou, eerst gingen we een taartje eten en dat was best wel cool. Want ja, dan mocht ik eigenlijk gewoon bij zo'n grote YouTuber waar mensen heel lang voor in de rij staan. Om even een foto mee te nemen en een handtekening te krijgen. En ik zit er nou gewoon even een taartje mee te eten, joh, alsof niks is. Ja, dat was mooi. Oh ja, trouwens, ik heb geen beelden, want David heeft die vlog nog steeds niet geüpload. Die video moet ik zeggen, het is niet echt een vlog. Daarna mochten we vragen stellen. Nou, ga je een Switch kopen? Nee, ik ben een PC-gamer en ik vind dat Nintendo wat achterloopt in de graphics. Ja, snap ik op zich. Is er op zich ook wel waar. Als je die games niet leuk vindt, dan heb je er ook snel al niks meer mee. Grootste tip? Heeft hij niet. Het is gewoon, je moet plezier hebben in wat je doet. Nice. Lievelingsspel? League of Legends. Heb je ook video's waar je trots op bent? Nou, ik heb geen idee eigenlijk. En toen gingen we de video opnemen. Ging ik super goed bouwen. En ja, dan moest ik dus een bouwwedstrijd doen. Tegen Lily. Ik heb geen idee wat Lily gebouwd heeft.
Dat wil ik dus nog steeds zien in die video, maar ik weet het nog steeds niet, helaas. En dan mogen de kijkers beslissen wie er gewonnen heeft. Nou ben ik niet heel erg trots op mijn bouwwerk, dus het zal ook wel niet al te best worden. En daarna gingen we nog even op de foto, kregen handtekeningen. Ja, en toen gingen we eigenlijk alweer naar huis. Ik ben thuis. Wat, hier klopt iets niet. Ik heb hem dan ding gegeven om aan de muur te hangen. En ik kom gewoon meer terug. Dat is niet hoe het werkt. Maar goed, blijkbaar wel. Ik heb hier een boek gekregen. Niet eens van David, van Lily. Lily die dacht van ik geef maar even een cadeautje aan David en Ravé. Nou, dan doe ik ook maar alleen een cadeautje aan Thomas. Nou, niks mis mee. Hier mag ik gewoon boekjes uitzoeken of zo. 1, 2 boekjes of zo. En die zou ik dan als het goed is gewoon krijgen hier. De Meid in Maas zomerbrochure. En ik was nog aan het einde bij David. Lily die had niks om handtekening op te vragen. Kijk, dit is gewoon perfect. Perfect. Lily had niks om een handtekening op te vragen. Dus ja, dan had hij toevallig nog 2 boeken liggen. En toen zei Lily van, ik heb deze al. En toen zei mijn vader van, jij hebt alleen die kleine, toch? Ja, ik heb alleen die kleine. Heb jij deze niet? Nee, ik heb deze niet. Oh, nou, mag je hem wel hebben. Handtekening erin. Hij staat hier niet op, hè. Handtekening erin. Handtekening! Ja. En hier heb ik hem ook gewoon. Hier heb ik hem ook gewoon. Handtekening. Maar goed, dat was mijn dag. Goed, jullie hadden beelden met David verwacht natuurlijk, maar ja. Hack me! Ja, ik vind het gewoon een beetje lastig om in te schatten van, yo, ik doe nu wel even mijn camera erbij. Yo, mensen. Kan ik net zo goed gewoon wel doen, maar ik heb het niet gedaan. Dus, zit je opgeschreven met deze beelden, maar het is toch ook wel leuk? Nee. Fijn dat er altijd mensen zijn die ja zeggen. Nou ja, dit is mijn gezicht. Zullen we hem vaker zien op video's? Misschien. Waarschijnlijk niet. In ieder geval, dan hoop ik dat je genoten hebt van deze video. Als je genoten hebt van deze video, laat dan vooral een like achter. Als je meer van mij wilt zien, abonneer op Game Dreams. En ik hoop dat ik zie je in de volgende video. Ik zeg, doei!